Hey, wanneer we maar deel 2 van Antjes te maken? Vorige week heb ik deel 1 gedaan. Als je dat niet gezien hebt, kun je dat ook zien op mijn YouTube-kanaal weer vinden. De gratis filmpjes. Oei, mijn flappie. Oké. Saved, hé. Dus, ik ben hier weer, hé. Zij even een klusje die weer. Ja, dus als je mijn YouTube-kanaal volgt, ga je iedere keer de gratis filmpjes weer zien erop. Dat kolo weken maken. Dus ja, je moet er zo lang niet zo op mijn Facebook de eerste niet. Maar ja, goed. Dus ik heb al een naadje voor gemaakt, omdat ik een beetje wil toegaan. Dag Lena, omdat ik een beetje wil toegaan. Hebben we stel dat we vandaag gaan, dus zie je. Het is een heel andere stijl als vorige weken, veel gedetailleerder. Ik ook de binnenkant gewoon, je ziet. Ja. Dus ik wil dat nu vandaag een keer meegeven hoe dat je daar nu eigenlijk best aan werkt. Oké? Goed. Dus ik ga weer mijn camera een beetje naar beneden draaien, dat je het goed ziet. Oké. Tot zo meteen. Oké. Ik hoop dat je dat hier allemaal goed ziet. Ja, super. Goed. Ik ga dat handje hierbij leggen. Dat ik een beetje kan toegaan bijsteken. En dat ik wil zeggen, het gaat nog wel een klein beetje vervormen. Ik ga het hier opleggen weer. Dat het een beetje rond bluft. Bluflijn hier. Ziet het een beetje? Ja, oké. Goed. Dus, eerst ga ik beginnen met dat stuk. Dat stuk te maken. Dus, zoals ik vorige week zei, je lengte van je hand is de breedte van je hand twee keer. Kan naar je neus toe, vanuit je pols, kan naar je middenvinger toe. Oké, dus ik ga nu eerst dat stuk vanaf mijn pols, zonder mijn duim, ga ik nu eerst maken. Je doet dat door een stukje klei te pakken. Ik ga zeggen, de klei dat ik nu gebruik, is niet super zacht. Goh, hoe moet ik dat uitleggen? Lijkt dat je plasticine eet. Dus als je klei recht uit het pakje kijkt, kan dat super zacht zijn. Maar lijkt zo plasticine van de kindjes vroeger. Zo dat gevoel. Laten we zeggen dat je het een beetje uitlegt. Van voor die gaat veel makkelijker werken. Wacht even. Dus ik heb nu een keel gerold. En ik ga dat nu gaan plat doen. Zo. Zo, let tot de skiffen. Ik ga een klein beetje mijn pols erover gaan inbrengen. Dat ik een beetje weet waar ik sta. Ook een beetje letten op de breedte, mensen. Van je hand. Like dat ik verleden week gezegd heb, bestudeert je eigen hand. Anders, hoe je dat echt wilt doen. En deuren gaan en dat handen maken. Je trekt de foto's van en alle posities van je hand. Ik doe dat ook. Ik trek superveel foto's van mijn eigen hand. En van alles en alle mogelijke posities. Dus, pak dat in. Ja. Ik heb een klein beetje mijn polsje voorbereid. Dat ik een beetje weet hoe ver dat ik zit. Dus qua breedte, like dat ik gezegd heb, ga ik die breedte pakken. Dus bij dat ik hier redelijk goed zit. Dus heb ik nu nog een vinger nodig van ongeveer zo hoog. Ik ga het nu eerst doen. Ik ga dat hier nog even aan de kant leggen. Eerst ga ik nu een heel schoon rolletje gaan rollen. En daar, uit dat rolletje, ga ik mijn vingers hangen. Vieren, duim nog niet, dat is apart. Dus we gaan nu ieder vingertje apart moeten zien, waardoor dat me heel wat meer karakter en ook een slankere hand gaan verkrijgen dan hetgene dat ik vorige week getoond heb. Dus kijk, ben ik het aan van een rolletje? Nee. Nu ga ik dat hier opleggen. Zodanig dat ik ook mijn middenvinger heb. Zo. Dat is mijn middenvinger. Voor mijn andere vingertjes ga ik iedere keer mijn middenvinger daar gaan tegenleggen. Kijk, voor het pinkske. Dat is ideaal zijn voor het pinkske. Oké, goed. Mijn handje. Eerst begin ik met mijn vingertjes rond te zetten. Je ziet dat hij nu met dat afgesneden, dat is niet schoon hier zo. Dus, door te duwen, schoon duwen, niet rollen. Ik rol dat niet, anders heb je veel te punten aan de hand.
Maar ik ga wel zorgen dat mijn topje van mijn vinger toch een klein beetje slanker is. Of hetgene dat ik dat kan verdienen. Hé? Dus toen kom je met dat. Hé? Dus je doet dat voor al je vingertjes. Zo. Hoe je zegt van, oei, deen is nu al langer of nader, omdat dat nu al gewerkt heb, kun je nog hoos aan deen gebruiken als met de vinger. Nee. Pas ze toch nog hoos aan een keer of ze bit. Mijn klein vingertje hou ik een klein beetje bierol, dat een beetje vinder is, tot dat, ziet. Ik hou ook weer mijn puntje, dus gewoon nog aan bewaren. Zo. Alrighty. Goed. Dus, mijn handje. Leg ik gewoon zo. En de achterkanten van mijn vingertjes ga ik gewoon uitpoetsen. Plat, zodat ik dat heb. Hey. Zie je? Dat ga ik rechter gaan afsnijden. Zo. Dan ga ik ook een beetje voor mezelf gaan plat poetsen, zodat ik heel gemakkelijk kan die vinger hier gaan aanzetten. In plaats van de positie van je middenvinger, eigenlijk staat hij niet echt in de midden. Hij staat een klein beetje meer links georiënteerd. Eigenlijk de rand van je middenvinger staat eigenlijk, ziet, de rand van je middenvinger staat eigenlijk op de midden van je hand. Dus dat ga ik gaan leggen. Het is gewoon zo. Het is gewoon aanvragen. Ik heb geen krasjes gebruikt. Ik vind dat nu niet nodig. En aan de achterkant ga ik hier al heel schoon wat ik gewoon vast te zetten. Zo. Hier ook. En ik heb met mijn bustel de laatst dat ik een hele schone nette verbinding heb. Zo. Volgende, ringvinger of wijsvinger, dat maakt nu eigenlijk niet veel uit. Weer, plat wrijven. Leg dat uit. Dus gewoon in de neffes leggen, een klein beetje leger. Weer eens gewoon een vaste wrijven. Zo. Je ziet dat ik weer veel met mijn bustel werken, omdat ik dat heel gewoon ertussen kunnen houden. Intussen creëer je een beetje oudertjes ook, hoe je dat doet, zie je dat? Nee, zo een beetje die ouders. Voilà, mijn pinkske. Kijk goed kijken naar je pink mensen, kom dan ongeveer, hou van mij, maar ik weet dat een kort pinkske. Maar het komt toch wel een stuk leger of je ringvinger. Hè? En smaller. Hè? Je staat ook lager ingeplant. Ziet, je hand, die inplanting van je vingers gaat zo in een boog. Hé. Dat is dan niet zo recht. Hé. Dus ik kan ook zorgen dat mijn pinkske een klein beetje leger ingebouwd zit. Ik vind hem een klein beetje op de korte kant. Ik kan hem dan een klein beetje neutraal. Zo, ja. Dat is beter. Ook weer eens gewoon aanvullen. Weer met mijn bustelen. Zie het heel zo schoon afwerken. Zie het, de slankheid van dat aan. Hetgene dat ik verleden week getoogd heb. Het is een heel andere stijl. Maar het is zeker een stijl voor alle twee te bestuderen. Het heeft gewoon andere doelen. Dan gaan we een klein beetje afnemen. Ook weer een klein beetje legeren of in een wisvingeren. Natuurlijk, als je een beetje, moest je een beetje mythische figuren beginnen, moet zeeren of zo, dat kan altijd. Hè? Dat je echt van die fantasiewezen gaat, moet zeeren, kun je natuurlijk in die hand gaan spelen en gaan variëren. All day well, hè? Langere vingers, kortere vingers, hè? Dat is super leuk voor te doen. Hè? Voilà, oké, dus, ken al dat. Hè? Gaan we eerst op die kant verder gaan afwerken. Gewoon aanvragen, ook hier eigenlijk mijn spotel. Nee.
Hier ik heb laten dat je de vingers gewoon aanduwt is. Nu een klein beetje deuren trekken, dat stond ze wit voor hun kussentjes hier. Doe ik ook al eigenlijk. Best dit. Goed kijken naar je eigen vingers. Hier zie ik dat mijn pink een klein beetje meer aangoetseerd zit. Like dat er dan minder neugel zit. Eigenlijk is mijn borstel een van mijn favoriete werkmateriaal eigenlijk. Een zacht borstel, zeker hoe je figuratief werkt, vind ik dat echt een aanwijste. Dat ga ik hier een klein beetje verzachten. Ik vind nu van dat mes vind ik dat een beetje te boetsen. Dat een beetje, verstoor je me een beetje, niet natuurlijk genoeg. Meer ik erin. Zo. Dus straks gaan we, hier had nog geen putje mogen, maar ik van hier uit mijn klei verschuiven naar mijn kussen van mijn duim hier. Zodat dan hier toen ze houten van de zand zijn. Maar hier zit je ook met een ferme kus hier, aan je pink, dus we gaan het nog een beetje naar daar verschuiven. Oké, hier weer een beetje appnappen. We hebben dat hier al gedaan net. Voilà. Kijk, nu helemaal dat. Zie je? Nu moet ik een beetje toeduwen. In plaats van je vingertjes. Daarom werk ik met niet te natte klei, omdat je nog heel veel water gaat gebruiken. En dat, anders raak je wel een beetje verzadigd. Met je netplaten hier, dat je niet te dikke wordt. Je ziet dat ik veel naar mijn eigen hand kijk. Hoe dat hem allemaal vormt. De dum. Wacht, hè. Zie je? Niet onderschatten van grootte. Dat is eigenlijk een serieuze vinger. Hè. Je moet rekenen dat je een dum eigenlijk al van hier komt. Hè. Dus zie je, een stek dat eigenlijk is, dat je moet zijn. Dat stek, hoe je dat eigenlijk matcht, is dan nog langer of je een middenvinger eigenlijk. Hè. En ook dikker. Dat is een klein beetje te droog. Zo, kan ik hem meten, wat ik hier zet ongeveer. Ik weet dat dat gaat goed zijn. Kijk, met een dum, hoe kan ik hem hier leggen, komt hij toe toe. En dat is een beetje de mate dat hij moet in, hoe je hand heel toe openlegt. Dat onderste, ga ik een klein beetje gaan uitduwen. Niet flinterdun, zie voor mijn vingertjes, heb ik dat al juist veel dunner gedaan. Maar dat ook de redelijk... Om de kredelijk dekken. Ik ga hem ook al een klein beetje in een tutje gaan zetten. Zie je het? Waar je duim staat wel zo. Vanuit je pols ga je een duim hier gaan leggen. Dus gewoon een verbinding maken met je pols. Hoe het te lang is, nou je gedacht nog niet mee inzetten. Ik vind hem nu voor mij persoonlijk te lang, maar straks ga ik dat een ding afnippen. En toen ik weer, het belangrijkste is nu dat gedeeld hier, dat je dat hebt. Dat je gewoon die connectie hebt, een dikke connectie met je pols, dat die vinger echt uitstaat. Ik heb toen, zie je, ik ga hem een beetje afnippen. Ik vind hem te lang. Dus knip hem een beetje af. We gaan weer eens gewoon gaan rondmaken, weer in een tuutje gaan zetten, zo wil een tuutje van een theekannen. Goed. Oké, ben er nu content van, redelijk toch? Ik ga nu een klein beetje dat ik hierover, voor in de holte van mijn hand, gaan opschuiven naar daar. Wel, ik plan dat je hand niet te veel verbreedt daarmee. En hier ook een beetje. En tussen ga ik ook hier een klein beetje gaan duwen. Zodat ik hier een klein beetje met een welving zet aan mijn hand. Dat kun je ook op die manier gaan doen. Zo. Zeg je oei oei oei. Kun je nu toch wel een beetje te stief geduwd. Kun je de rust weer wat gaan inleggen.
Wat duurt dat je hand weer, je handpalm? Weer, schoonen. Ziet, het is wel een heel andere methode als vorige week. Veel werk naar je handje. Kijk, maar qua vorm. Goed. De nageltjes ga ik een beetje doen, lekker verleden weken. Ook hier, hier aan je duim, aan je, je wijsvinger. Eigenlijk, als je dat openzet, dat is een vlies. Dus eigenlijk durf ik dat wel een keer openzetten. Zie je, maar hier zet ik hier toch nog mijn holte. En durf ik er eigenlijk wel een stukje klei of zo gaan tussen leggen. Zodat je ook een mooie verbinding hebt tussen je duim en je wijsvinger eigenlijk. En je moet dat wel een beetje overdrukken. Hè. Want straks zo met het toeplooien, hoe je dat nodig vindt, hè, is belangrijk dat dat kusje hier schoon omhoog komt. Dus we gaan dat naar toedraaien. Toeduwen wil ik zeggen. Hoe dat er ontstaat, omdat je dat toeduwt en hier klei, is dat je hier een kus krijgt, lijkt dat je hier ook je vingers op toeplooien. Hè. Klei beweegt hem soms echt wel, lijkt dat... Lijkt dat huid hem beweegt of spieren hem er bewegen. Nu ga ik nog knuikeltjes doen. Dat heb ik verleden week ook al getoogd. Hè. Dus, iedere keer bolletjes. En dan ga ik zo select tepeltjes opmaken. Zie je? Dan ga ik dat gewoon nog opleggen. Dat is een beetje overdreven. Hè. Maar omdat we er toen nog straks veel aan werken... Is het nodig dat je een klein beetje overdrift in grootte? Hoe duur het dat? Dan schoon je klei over het verstuit een beetje. Schoon afwerpen. Wat je wilt, me hier weer een keer. Moet dat in overdreven al dat je wilt. He. Kijk, zie hier, dat is toch, oh, vind ik toch een heel mooi stuk die tevoorschijn komt, omdat je dan het neutel hebt gezet. He. Ik vind dat toch wel een heel verschil. De hals en Veerle. Moet me concentreren, je moet me focussen. He. Veren. Hoe ouder dat je hand is, dat je maakt, hoe uitgesproken dat die neutels en al gaan zijn, hé? Hoe robuuster dat die hand is. Hé? Hoe dat ik heb bekikt. Dat is vrij interessant. Met die pink overdrijf ik het niet te veel van kneuteltje. Ook van de ringvinger ga ik een klein beetje gaan minderen. Dat zo. Het wat kleins nog. Want het wel echt al veel. Ook zou je stek evalueren best hij bezig zit. Hij niet meer zo krakloos. Hier ga ik ook een beetje verder bijwerken. Zie, intussen krijg je een beetje die adertjes ook doorin. Goed. Kijk, hier zet ik automatisch al, omdat ik hier een stuk bijgestoten heb en toch geduwd heb. Aan mijn duim zet ik hier ook al aan het neutel. Dat ik wel mooi vind. Oké. Voor de nageltjes ga ik eigenlijk juist hetzelfde werken, like verleden weken. We hebben een beetje een grotter spottelje, omdat mijn handje een beetje groter is. He. Dus ze legt gewoon zo. Eigenlijk niet. Eigenlijk pak ik dat in mijn hand eigenlijk. En je legt je spottelje en je duwt de kerel zo. En ga naar links. En ga naar rechts. Zie je? Dat is gewoon een nageltje net. Je ziet, je nageltje is ook langer of verleden weken. Gewoon omdat je met een ander formaat van vingertjes zet.
Een ander model, wat slanker. He, daar de rijnaaltjes ook een beetje slanker gaan zijn. En dan krijg je een meer vrouwelijke hand zo. He. Voilà. Dan nog je duim. Ook net plant met de naal van je duim. He. Staat dus heel anders ingeplant. Of van je andere vingertjes. Maar soms kan mensen dat niet bestellen. Je lange nageltjes wel, kun je ook zo'n een stekje gaan bilen. Kijk dan ook een goed hoe dat hem vormt. He. Lange nagels, dat is vrij in nu, dus het is dus bronmateriaal genoeg daarvoor. Oké, voor de knokeltjes aan de vingers ga ik ook nog met mijn mesje eigenlijk, met de achterkant van mijn mesje gaan duwen. He. Twee. Oké, nu ga ik nog een klein beetje hier die knokkels extra gaan in de verf zetten door hier een keer een duwtje te geven en zo. Hier ga je knokkeltjes van je vingertjes nog meer tot aan de recht komen. Oké, pak dat je zegt, ik wil nu dat handje, hier, like van een kek, kunnen we nu met dat handje gaan spelen eigenlijk. En je kan ja, je vingertjes een beetje gaan positioneren. Hier. Like dat je wilt, hier. Zie je? De nageltjes dichtbij tonen, peerlijk. Kijk, zie je het? He? Dus voor dat handje nu, die vingertjes omhoog te brengen, dan zeg ik wel dat dat een beetje leven in zit. Ik wil niet dat dat like saucissen zijn. Toen hou ik echt als we gaan doen. He? Ik ga niet let een saucis gaan plooien. Ik ga eigenlijk als we gaan doen aan mijn knokkeltjes. Zorg dat je vingertjes niet te veel verbrengen. Maar als je dat een klein beetje hebt duwd er weer, ga je zien dat die knuppel hem eigenlijk gaat gaan zetten. Waardoor je weer meer karakter in je handje krijgt. Ja, zorg dat ze niet scheef beginnen te staan door je vingers. Nee. Voilà. Nee. Dus zo. Nee, pak dat je zegt, ik wil ze zo. En die dan nog omhoog. Je kunt er nu al mee doen dat je wilt. He. Terwijl dat verleden week minder was. He. Omdat je maar redelijk stief aan zou zitten. Gezet. Omdat je het gewoon netjes niet hebt. Zie je vingertjes nu veel bewegelijker. Voor in positie te brengen. He. En toen voor te laten drogen. Oftewel steek ik daar een stukje klei onder. Dat ik zeg ik ga nu zo laten drogen. Waardoor dan mijn handjes kunnen in die positie kan blijven drogen. Oké. Goed, dat was het een beetje. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat het uitgebreider was of verleden week. Oké, ik ga het weer delen op mijn pagina. Dat je nog een keer kan kijken. En ook op mijn YouTube kanaal. Veel groetjes. Salut.